Ik ben met Simco Wegink. Ik ben werkzaam bij het bedrijf Sunfloat. Wij maken drijvende constructies voor zonnepanelen. En we zijn vandaag uitgenodigd in Amersfoort om een tech-sessie te geven. De grote voordelen van zon op water is dat je de reflectie mee kan nemen in je opbrengst. Dus dat betekent aan de voorkant alleen al 40% extra. Maar wij maken gebruik van bifacial panelen. Dat betekent dat ook de achterkant actief is. En op die manier kunnen wij ongeveer 130% van één paneel halen. Dus dat is aanzienlijk. Er zijn wel een aantal zaken waar je goed rekening mee moet houden. Je bent op water, dat betekent dat je continu in beweging bent met je materialen. Dus slijtage kan sneller optreden. En wij zijn dus nu aan het kijken, oké, waar gaat dat optreden? Hoe kunnen we dat voorkomen? En zorgen dat we in ieder geval onze garanties ook weer voor 15 jaar kunnen gaan afgeven. Tenminste, omdat dat de duur van een SDA-project is. Voor de rest ben je natuurlijk actief in een openbare omgeving. Dus dat betekent dat je ook te maken hebt met natuur, met mensen, met ongenode gasten, om het zo maar eens te zeggen, die erbij kunnen komen. Dus dat zijn allemaal zaken die je toch rekening mee moet houden, maar de voordelen hebben wel de overhand. We hebben natuurlijk ontzettende ontwikkelingen gemaakt de afgelopen 4 jaar. Heel veel leerpunten kunnen meenemen in het nieuwe product. En daar hebben wij nu echt geloof van, dit moeten we gewoon nu de laatste test door en dan kan het de markt in. En dan hebben we het niet meer over 4 projecten, maar dan hebben we over... vele projecten, hopelijk in de komende jaar. De productie zelf die wordt uitbesteed. Daar hebben wij een zeer nauwe samenwerking mee met Venstertechniek in Doetinchem. En onze buizen die komen weer uit Arnhem. En op die manier hebben wij toch een heel erg Nederlands product weten te creëren.